Dit is mijn woning. Het had een paradijs moeten zijn. Maar het is een hel geworden vanwege de buurman. Ik heb een rustig leven. Er zijn niet heel spannende dingen die gebeuren. Ik lees mijn tijdschriften, mijn boekjes en ik kijk televisie. De geluidsoverlast van de bovenbuurman begint na 12. En dat houdt dan heel eventjes op en dan begint hij weer om een uur of 3, 4. En dan hoor ik dat gebonk en dan krijg ik gewoon vreselijke hartkloppingen. En dan nog een dreun en nog een dreun. En dan wordt het bij gewoon te veel. En dan ga ik naar boven. Komt hij in zijn kamerjas, komt hij naar aangestormd hier. En dan staat hij daar. Toen zag ik de koppie hier. Dat hij er zat te gluren. Toen zeg ik, ophouden daarmee. Zit je wel helemaal lekker in je hoofd. Weet je wel wat je zegt, wat je doet. Boontje komt om zijn loontje. Ja? Ik mag geen eigen rechtertje spelen. Dan doe ik het op deze manier. Dus heb ik het gewoon... Zo gedaan. Zo. En dan vind ik het al wel iets te ver gaan. Het was eigenlijk een compleet onhoudbare situatie geworden. En dus besloot ik om beide mannen samen te brengen voor een goed gesprek. Omdat ik dacht, weet je wat, als ze elkaars verhaal horen, dan krijgen ze misschien ook meer begrip voor elkaar. Maar dat pakte net even anders uit. We hebben het hier echt over overlast. Jij zegt, heb overlast. Meneer Bolle heeft voor mij helemaal geen last. Laat me even uitpraten alsjeblieft. Jij zegt... Meerdere keren per nacht gebeurt dit. Ja. Nee, in Wilschut is dit wat scheef hier. Het mankeert niks aan mij. Laat ja? Ik ben gewoon overspannen. Dat blijkt ja. Dus. Hij ziet en hoort dingen die je verzint. Ben je dokter? Enige narcistische ben je een psychiater? Ik weet het 100% psychisch niet dat ik niet gestoord ben. Ik heb last van het feit dat jij een paar keer met je voeten staat te schoppen tegen mijn deur, dat je staat te spugen tegen mijn raam. Heb je dat gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Ach, god, sorry. God, jij mezelf, staat daar te stompen ik, en te spugen. Hij staat het gewoon. Eén keer heb ik zo gedaan. Oh, één keer maar. Nu één keer. Spugen. Dan nog even. Ik vond net dat een beetje wat dit uit mijn mond kwam. Jongens, hier gaan we niet uitkomen. Het is echt het woord van u, meneer Bolle, tegen het woord van Douglas. Ik vertel 100% de waarheid en niks anders dan de waarheid. Ja. En die meneer verzint ter plekke dingen. Meester Visser en meneer Roelofsen, wat fijn dat u er bent. We gaan eerst nu naar de flat van meneer Douglas. Ja. En dan zou ik graag willen dat jij in je eentje naar de flat van meneer Bolle gaat... om daar de nodige schuif- en plonsgeluiden te maken. Ga ik daar een paar testjes doen. Goed. Tot zometeen. Meester Visser. Victor, begin maar met wat geluiden. Misschien het bed. Het bed. Jezus, Mina. Niet te tillen. Ja, dat hoor ik. Ja, dat hoor ik. Nou, dit is onmogelijk dat iemand van 84 dit 's nachts doet. Er zijn nog klachten over het toilet. Trek ik nu eerst even door, ja? Ja. Je krijgt het geratel nog, hè? Tak, 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 tak. Het lijkt meer een klok. Nee, dat is die flutter van hem. Tak, 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 tak. Ik stel voor dat we naar de hoorzitting gaan. Welkom, we zijn hier in Amsterdam. En aan de orde is de zaak tussen de heer Douglas Wildschut... tegen meneer Marinus Bolle. U zegt, misschien is meneer's gehoor niet goed. Nou, dat hebben we uitgesloten. Dus we hebben gevraagd of u wilde meedoen aan een gehooronderzoek, toch? Ja, dat ouders. Wel. Meneer Roelofsen, is er iets met zijn gehoor of hoort hij als een jonge maagd? U ziet daar twee lijntjes per grafiek. En die twee lijnen staan redelijk dicht bij elkaar. En die horen eigenlijk verder van elkaar af te lopen bij een normaal gehoor. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat meneer voor sommige geluiden overgevoelig is. Je hoort met je hersenen. Dan wordt dat signaal wat in de oren dan binnenkomt... wordt zeg maar eigenlijk versterkt overgezet naar de hersenen. Dus je hersenen die reageren te sterk. Dus als ik gewoon een geluid van 65 decibel hoor... dan is het in meneers hersenen alsof iemand, zeg eens wat, 90 decibel? Ja, of misschien nog wel veel harder. Maar u wist dit niet? Dat wist ik niet. Nou, die extra gevoeligheid. Nou, dat is niet zo relevant, vind ik. Oké. Okay. En laat het nou zo zijn dat de afgelopen week ook gemeten is. Want we hebben allemaal apparatuur, heeft meneer Roelofsen gedaan. Wat is er de afgelopen week aan geluid gehoord? Ik heb in deze afgelopen nachten, 7 nachten, veel data afgeluisterd en ik heb... 2 keer wat gehoord. Als het in relatie zit met geluid wat afkomstig is van de bovenburen. Ik heb nog veel meer andere geluiden gehoord. Maar geluid van
de heer Bolle afkomstig was, is dat 2 keer in de 7 nachten dat ik heb gemeten, heeft dat plaatsgevonden. Van meneer Bolle is het gewoon. Ja, maar hij heeft niks gemeten. Ik zou het niet weten, maar ik zit niet zomaar uit de lucht te grijpen. Meneer, dat is toch niks uit bewijs? Het is toch duidelijk, zijn vakmensen niks met jou te maken. Maar vertrouwt u onze geluidsman? Vertrouwt u onze geluidsdeskundige niet? Nee. Met andere woorden, wij moeten alleen geloven wat jij opschrijft en wat jij verzint. U gebruikt gewoon uw leeftijd als schild. Moet nou allemaal geloofd worden, want meneer Bolle is oud en die doet zulke dingen toch niet. Meester Visser nam de zaak stevig onder de loep om deze kwestie voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen. Uitspraak in de zaak tussen Douglas Wildschut en Max Bolle. Er is geen enkel hard bewijs dat Max Bolle zich schuldig maakt of heeft schuldig gemaakt aan structurele geluidsoverlast. Sterker nog, onze deskundige heeft een hele week geluid gemeten en heeft niets gemeten wat het gelijk van Douglas kan ondersteunen. Ik moet het er dan ook voor houden dat Max Bolle geen geluidsoverlast veroorzaakt, wat weer betekent dat alle vorderingen van Douglas, die van het tegendeel uitgaan, moeten worden afgewezen. Het mag waar zijn dat Douglas eigenlijk slachtoffer is van zijn eigen gehoorhandicap, maar dat gaf nog geeft hem het recht om buurman Max Bolle te terroriseren met zijn agressieve gedrag. Douglas moet onmiddellijk stoppen met dat lastigvallen en daarom zal ik hem een contactverbod opleggen. En dat alles op straffen van een aan Bolle te betalen boete van €250 per keer, meneer Douglas, dat u dat zou overtreden, met een maximum van €20.000. Wat anders is, maar dat moet u zelf weten, maar ik adviseer u dat met klem, dat het een goed idee is dat u een consult aanvraagt bij een KNO-arts om te bezien wat gedaan kan worden aan uw gehoorafwijking. En dat laatste bij voorkeur in overleg met een psychiater die zo nodig naast therapie ook rustgevende medicatie kan voorschrijven. Dat lijkt me verstandig, maar dat moet u zelf weten. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Zo, daar zijn we weer. Terug in Amsterdam. Het was destijds best een hele pittige zaak tussen meneer Bolle en zijn onderbuurman Douglas. En het ging dus allemaal om geluidsoverlast, want Douglas was er dus van overtuigd dat meneer Bolle, die toch al op respectabele leeftijd was, dat hij midden in de nacht liep te spoken en dat hij expres lawaai maakte om Douglas te pesten. Nou goed, meester Visser oordeelde dat daar absoluut geen sprake van was. Sterker nog, hij veroordeelde Douglas eigenlijk dat die moest ophouden met zeuren, ophouden met klagen en ophouden met pesten. Ik ga eerst eens bij meneer Bolle een kopje koffie drinken. Hey, dag Victor. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe maakt u het? Prima, Victor. Heel goed. Ja, ik zie dat de voordeur er nog in zit. Ja, de voordeur is niet meer verder beschadigd. En deze bekende meneer die dat op zich geweten had, die heeft zich voorlopig niet meer laten zien. Althans, niet meer hier voor de binnendeur. Dat is goed om te horen. Dat is het eerste goede nieuws. Ja. Mag ik binnenkomen voor een kopje koffie? Uiteraard, Victor. Om even verder te kletsen. Je bent welkom. Nou, jongen. Leuk u weer even te zien. Zo. Maar meneer Bolle, u zei net, hij is dus niet meer op de galerij geweest hier bij u, de onderbuurman. Nee, niet zover ik dat geconstateerd heb. Of dat is fijn. Gezien heb. En geeft dat rust? Nou ja, in die zin dat ik hem dus liever niet dan wel zie. Maar het geeft me wel rust dat ik niet s'avonds laat door onverwachte geluiden aan de ramen tikken en tegen de deur kloppen, meer geconfronteerd word. Ja, dat snap ik. Ja, dus in die zin is dat goed nieuws. Ja. Nou had meester Visser hem natuurlijk echt een contactverbod opgelegd. Ja, klopt. Met andere woorden, u mocht ook niet meer door hem worden aangesproken. Nee. Hoe is dat gegaan? Ik ben op eind januari was dat. Het leek wel of hij mij stond op te wachten. En waar was dit? Beneden. Beneden in de ingang van, hoofdingang van het gebouw. Ja. En hij zegt op een gebiedende toon van, jij moet even blijven wachten hier. Maar hij mocht eigenlijk helemaal niet tegen u praten. Nee, hij mocht helemaal niet tegen mij praten. En hij staat daar nogmaals, staat hij daar bij die brievenbus. Ik moet jou wat laten zien, ik heb een brief hier. Jij hebt mij beschuldigd. Jij hebt mij beschuldigd van oplichterij tegen mij. Ik zeg, man, ik schrijf geen brieven, anoniem. En ik doe geen brieven naar iemands brievenbus. Dat ben jij wel, want er staat jouw
vingerafdrukken op. En hij stond daar met die briefpapieren voor mijn gezicht te bladeren. Nou, ik zeg Wilschut, ik ga naar boven toe, ik vind het genoeg geweest. Oh, heel goed. Theoretisch staat er natuurlijk een boete op contact. Ja, nou ja, goed. Nou, toen heb ik bij mezelf bedacht, nou, is dat wel weer zinvol? Goed geld naar kwaad geld gooien. Ik wil die man niet helemaal op gaan hangen. Maar ik wil hem wel duidelijk maken dat hij zich niet meer met dat soort dingen bezig moet houden. En toen is er namens meester Frank Visser door zijn secretaris een brief gestuurd. Ja. En sindsdien is het rustig. Alleen nou, voor 6 weken later heb ik hem niet meer gezien of gehoord. Nee. Fijn. Ja. U werd destijds ontzettend beschuldigd, hè, van het maken van lawaai. Wat is dit? Dat is een logboek om het geluid van de bovenbuurman bij te houden. Oké. Okay. 1 september, 11:15. Banken en wc-klep slaan. Bonken. 2 september, 12:15. Toilet, lawaai. Ja. Hoor je takken, 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 tak. 4 september, 13:30, lawaai. 5 september, 15:00, lawaai. Vent, je doet geen oog meer dicht. Nee. Heeft u nog lopen schuiven met het bed, s'nachts? Nee, want het bed is met de zwaar. Het weegt 200 kilo. Het was een grappie. Ja. Nee, ik weet dat u dat niet deed. Ik zie het nut er niet van in, dat nee. Schuiven. Nee. En we zoeken eigenlijk daar niet meer, dus. Nee, dat snap ik. Nou ja, je weet nooit. Misschien zit er nog een leuke dame te kijken. Ja, nou ja, goed, die zijn wel welkom, maar ze mogen niet proef komen slapen. Ze mogen niet proef komen slapen. Dan weet u thuis. Thuis slapen, ja. Een kopje koffie is gezellig. Ja, dat is gezellig, ja. Ik ga er van tussen, maar ik heb nog een cadeautje voor u. Nou, dacht ik dat het leuk is om dat bij de voordeur uit te pakken. Kijk, ik had hem eigenlijk een beetje voor hier in het raam bedacht, meneer Bolle. Oh, dat is fantastisch, zeg. Nou, dat is zeer erkentelijk. Ja, dus u mag het uitpakken. Dat doe ik met alle graag. Ik ben nieuwsgierig. Het is een gebbetje natuurlijk, hè, want ik hoop dat het helemaal niet meer nodig is. Ja, ik dacht, laat het maar duidelijk zijn. Ja, heel goed. Hè? Dus als we deze nou hier zo bij het raam zetten, dan dat schrikt af. Ik hoop dat het voor de ondervoerder wel afschrikt. Zo is dat. Dag meneer Bolle. Dag Victor, tot ziens. Tot ziens. Nou, op 2 incidentjes na is het dus rustig gebleven tussen deze 2 buurmannen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat voortaan zo blijft. Douglas heeft ervoor gekozen om niet meer mee te werken aan ons programma. Dat respecteren we uiteraard en ik hoop ook dat het met hem goed gaat. En ik hoop nog veel meer dat hij zich vanaf nu echt definitief houdt aan de uitspraak van meester Visser.